Robotauto's gaan mensen helpen, maar niet vervangen. Iemand die daar alles van weet. We kennen hem inmiddels. Elke dinsdag vaste gast in onze show. Ben van Tilburg, van Pauls en van Tilburg uit Marknessen. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat met die robotauto's? Nou, er is een robotdeskundige. Dat was een robotwetenschapper. Meneer Gilles Pratt uit Amerika. Ja. En die werkt sinds 2015 voor het merk Toyota. Toyota. Die ook Lexus bouwt uiteraard. Ja. En die heeft gezegd van... dat is natuurlijk die zelfrijdende auto en dergelijke. Maar hij gaat de mensen helpen. Hij is nu bezig met systemen. En onder andere in de nieuwe Lexus komt dat straks al. Dat eigenlijk dat je een soort... bij Tesla zien we het ook. Dat je kan kiezen voor autopilot. En daarnaast kun je ook zelf blijven rijden. Zie het maar, in de vliegtuigindustrie is het natuurlijk heel normaal. Hè? De vliegtuigen gaan op de automatische piloot. En zo gauw de mens een fout maakt, ja, dan neemt die automatische piloot het toch weer over. En, ja. Maar er zit altijd nog iemand bij om het toch te controleren. Hè? Of alle systemen met elkaar blijven communiceren op de juiste manier. Maar ik heb het idee dat mensen dat ook graag willen. Hè? Je gaat niet in een auto zitten en je geeft je volledig over aan. Ja, nee, dat klopt, weet je. En eigenlijk is die man zijn bedoeling om het aantal verkeersdoden gewoon terug te dringen in het verkeer. Hij zegt helemaal nul. Dat is wel een heel mooi doel, maar dat gaan we gewoon niet halen. Nee. Maar ik vond het wel een mooi voorbeeld. Hij gaf op een gegeven moment ook aan waar ze ook mee bezig zijn bij Toyota. Hij zegt, toen mijn vader 83 was, moesten wij als familie hem gaan vertellen dat de beste man niet meer mocht rijden. Nou, en zijn wereld stortte in. En dat zien wij ook heel vaak bij ons op bedrijf. Dat mensen dus de auto inkomen leveren van pa of ma, dat het niet meer mag rijden. Maar het stukje mobiliteit, al dat soort dingen, een stukje onafhankelijkheid valt in één klap weg. Maar hoe mooi zou het dan zijn als straks die zelfrijdende auto er is, maar ook mensen die blind zijn bijvoorbeeld. Ja. Die dus dan weer kunnen rijden en dat soort zaken. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Nou, ik vind het sowieso wel goed dat we allerlei waarschuwingssystemen tegenwoordig in de auto's krijgen. Mercedes heeft ook dat waarschuwingssysteem, die ziet al als die iemand gaat oversteken. Ja, klopt. Misschien dat het soms ook te gevoelig afgesteld staat. Dan sta je om de havenklap stil. Dat is het juist, ja. Maar het is in de ontwikkeling. Ik vind die waarschuwingssystemen vind ik wel fijn. Ja, dus nou, dat gaat alleen maar een vluchtnemers trouwens. Ja, oké. Dan komt er een Frans schokverkeerslicht. Wat bedoel je? Ja, nou, meer voor een schokeffect. In Frankrijk is die al. Als jij dus, het blijkt dat in bijvoorbeeld een stad als Parijs 4.500 mensen per jaar niet verongelukken, maar ernstig letsel oplopen doordat ze even het verkeerslicht negeren bij het voetgangers oversteekplaats. Ja. En nu hebben ze daar in Frankrijk hebben ze een verkeerslicht. Op het moment dat iemand dan door rood loopt, klinkt het door luidsprekers aan de overkant het geluid van gierende banden. Oh. En een heleboel herrie. Schrik je natuurlijk. En degene die dat doet, wordt ook gefilmd. Ja. En zijn reactie wordt dan aan de overkant op een groot billboard geprojecteerd. Een soort bewustwordingscampagne. Zodat iedereen ziet van, hij loopt dus de rood en dit is het effect. Ja. En nu willen ze dat in Duitsland willen ze dat ook in gaan voeren. Want mensen, ja, die zien het en die blijven dan automatisch toch staan. Nou, en, ik vind het in Nederland ook wel. Want hoeveel mensen lopen er niet door rood? Kijk eens in Amsterdam, daar loopt alles door rood. Ja, en allemaal met die oortjes in en ze horen een fiets niet aankomen of ik voor wat. En, maar in Parijs dus echt 4.500 mensen gewond per jaar. En op deze manier willen ze dat dus tegengaan. Google, die grijpt de macht in de auto. Ja, nou, we hadden het er net even over, hè, over die zelfs die robot dingen en een soort veiligheidssystemen. Maar goed, Volvo bijvoorbeeld met de nieuwe XC40 die komt uit. Die gaat als eerste helemaal over op het Google besturingssysteem, zeg maar. En dan zul je waarschijnlijk vragen van, joh, had Apple dan geen interesse? Nee, Apple had geen interesse. Niet in Volvo, denk ik. Nee, maar ook niet om hun besturingssystemen helemaal te gaan implementeren echt in auto's. Renault, Mitsubishi, nou, weet ik niet, hadden ze geen belangstelling voor. Hm. Dus, want wij lopen eruit. We hadden het er net heel eventjes over. Wij lopen er in de garage heel vaak tegenaan. Dan hebben mensen een update op hun navigatiesysteem laten zetten. Nou, dan krijg je gelijk een telefoontje. En die rondweg, die staat er nog niet eens op. Nee. En als je je auto dus laat communiceren met je smartphone, wat steeds meer gebeurt, hè, dan je kan dus dingen aansturen, voice control, al dat soort zaken. Dus Google heel ver mee. Ja. En, maar met name met die kaarten en de navigaties. Heel veel mensen zeggen, joh, laat het navigatiesysteem maar zitten. Zorg maar dat mijn auto goed gekoppeld is. Ja, ik had het pas geleden inderdaad nog dat een dealer ook zei van, joh, vertrouw maar niet meer op die navigatie van het merk zelf. Want Google is altijd meer up-to-date. Ja. En je hebt Waze en je hebt Sidejik, je hebt Flitsmeister. Nou, en die navigeren allemaal op real-time over wat er nu op de seconde gebeurt. En op het moment dat je dus ook naar een restaurant gaat en je zet dat in die Waze-app bijvoorbeeld, maar je zet je auto op de parkeerplaats en dan automatisch neemt je telefoon het weer verder over en dan gaat hij gewoon verder. Dus eigenlijk, het is toekomst, maar Volvo die komt straks met die nieuwe XC40 en die gaat er echt helemaal mee aan de gang. Laten we het eens hebben over die zelfrijdende camper. Ja. Wat is het merk? Hoe heet dat? Een Heimer? Ja. Heimer.
ja, Himmerheimer, net hoe je het uit wil spreken, een Duitse fabrikant. Ja. Die heeft aangekondigd in 2030 met een volledig zelfrijdende camper te komen. Oh. Waardoor eigenlijk hotels denk ik ook een stukje overbodig gaan worden. Want ze zijn er in Canada al mee aan het testen. Daar hebben ze als eerste land toestemming gegeven om met zelfrijdende campers helemaal autonoom te rijden. En daar wordt dus al volop mee gewerkt. Maar dan krijg je dus een camper. De mensen zitten in luxe stoelen achter een glazen wand. Kunnen ondertussen de hele omgeving mooi zien. Er zit uit klapbaar terras op. Dat is wel grappig, hè? Een soort Jetsons wordt het. Ja. Nou, precies. Maar je zit er gewoon in. En de omgeving trekt mooi aan je voorbij. En je toetst in waar je heen wil. Nou, dan zet je hem neer. En alles zit erin. Dus, ja. Maar wat gaat zo'n ding wel niet kosten? Want ik bedoel, Canada is wel echt een camperland. Ja, nee, maar goed. Echt gewoon. Kijk, het is net met elektrische auto's. Alles wordt relatief steeds voordeliger. Hè? Ja. Alles. Belangrijkste nog, wat is de actieradius? Want je kan natuurlijk prachtig in zo'n ding zitten. Ja. Maar als je elke 40 kilometer moet laden, dan... Nou ja, als het in Canada wordt getest, dat is een groot land. Ja, dan zul je toch wel wat actieradius moeten hebben. Ja, nee, dat is zeker. Dus, maar goed, ze komen ermee. 2030 zeggen ze dat ze hem introduceren. Dus, Ja, maar wat is de actieradius? Is dat bekend? Nee, is nog niet bekend. Nou, maar daar zullen ze ongetwijfeld mee moeten gaan schermen. Dat ze zeggen, ja, maar deze heeft 600 of 700 kilometer actieradius. Ja. Anders heeft dat in zo'n land helemaal geen... Goed, we hebben nog 10 jaar, dus... Ja, oké. Okay. Dan de Britten, die betalen grof voor het Brexit-kenteken. Moeten al die Britten dan een nieuw kenteken gaan aanvragen? Nee, maar in Engeland kun je gewoon je eigen kenteken kopen. Ja, met een mooie naam. Hè? Hoe korter het kenteken, hoe duurder het is, toch? Nou, precies, klopt. En nu krijg je bijvoorbeeld EU20 Sax kun je bestellen. Oh. EU20 Out, EU20 Buy. En er wordt grof voor betaald. En ze mogen ze pas vanaf maart gebruiken, ja. Volgend jaar. Maar die kentekens die kosten tussen de 550 en de 1750 euro. Maar er is een massale run op. Dus, ja, wie het leukste kenteken kan verzinnen. Ja, en dan kun je ook gelijk je voorkeur uitspreken. Hè? Want er zijn dus ook bij van... die zeggen dus EU20 Brexit of EU20 Gone. Of, ja, precies. Die. Ik zal hem niet wel echt roepen hier. Nee, er staat iets met... Ja, in Duitsland kennen ze dat drie letterwoord. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dit is Engels, toch? Dit is een Engels kenteken. Duits is natuurlijk met wit. En, ja. Dit is inderdaad, hier kunnen ze dus voor kiezen. Ja, maar in Engeland kunnen ze het helemaal niet. Nee. Mis je een N. Maar goed, als je straks in Engeland gaat rijden, vanaf volgend jaar maart kun je ze op de weg zien. Ja. Okay. Dus, dan nog een Chinees merk. Ja, het Chinese merk Evergrande. Die gaat fors en fors investeren. Liefst 6,5 miljard. En die willen 15 fabrieken gaan bouwen. En, ook in Nederland? Zeg je? Ook in Nederland? Nee, niet in Nederland. Voornamelijk in China. Weer niet. Maar die hebben wel merken als Bosch en dergelijke om zich heen verzameld. Ook het Duitse Koenigsegg, die sportwagenfabrikant. Uh-huh. En die gaan... ze willen gewoon op... zelfs de vroegere Saab is erbij betrokken. Het zogenaamde NEF. De rijdende tank. Precies. Maar die willen allemaal elektrische auto's gaan bouwen. En ze hebben er 6,5 miljard euro in gepompt. Dus daar gaan we echt nog heel veel van horen. Ja. De benzineprijzen die blijven hier ook maar stijgen. We zouden er eens een keer een volksopstand tegenaan moeten gooien. Nou, We hebben natuurlijk van de week allemaal die beelden gezien in Iran. Wat er gebeurt als... Als de benzineprijs omhoog gaat. Als de benzineprijs omhoog gaat. Het land staat natuurlijk zwaar onder druk. En dan hebben ze besloten daarom het dubbeltje bij de benzineprijs op te gooien. Nou, hele bankgebouwen worden in de fik gestoken. En weet ik wat allemaal één groot Wij pikken het allemaal maar gewoon, hè? Ja hoor. Ja. Dus wat er nou eens vanmorgen nog voorbij kwam, heb ik niet opgeschreven, maar ik vond hem wel leuk. Daar hadden ze bij Ford hebben ze nou wat getest met een elektrische auto. Ja. Daar hebben ze blauwe LED-verlichting aan de binnenkant gedaan als een soort sfeerverlichting. En een auto uitgevoerd met rode. Die hebben ze allebei volgeladen, die auto's. Allebei mochten ze niet harder rijden dan 100 km per uur. Mag jij raden welke auto het verste kwam? Met het blauwe licht. Blauw? Nee, rood. Oh, waarom? En, want dat trekt warmte op. Dat is heel apart. Nou, je zit goed. De mensen in de auto met het rode interieur, de rode LED-verlichting, hadden het idee dat ze in een warmere auto zaten. Dus die deden de kachel minder hard aan. Oh. En nu heeft Ford dus gezegd van, kijk, mensen zijn daar toch schijnbaar gevoelig voor. Dat blauw is wat koud. Uh-huh. En dan zetten de mensen de verwarming hoger, waardoor de actieradius minder wordt. Ja, maar het is eigenlijk leuk. Ik ga vanavond ook alweer gewoon naar huis toe en doe ik het rode licht weer aan. Dat scheelt. Dankjewel, Ben.